In deze aflevering van Met Passie Gemaakt zien we het verhaal van Luc Siegmund, die niet zozeer veel maakt, maar zeker met net zoveel passie iets verzamelt. Wij kregen met z'n drieën op mijn verjaardag kregen wij een aantal series met postzegels en een boekje waar we ze in konden stoppen in plaats van speelgoed. Maar eerst zien we hoe kunst en geloof samenkomen in Oosterhout. Ik kom hier in de kunst terug. Dat is door die wereld weer kleurrijk te maken, door hem kleur te geven. Geef je letterlijk kleur aan iedere dag en dat is voor mensen ook heel erg fijn om die wereld zo op die manier te mogen zien. En zo is hij ook. Dat moeten we ons ook beseffen. Nou, wat ongelooflijk fijn dat u hier vandaag met zoveel gekomen bent. Ik begin met een heel klein gedichtje. De aarde zit boordevol hemel. En elke struik, elke bloem, hoe gewoon ook, staat in lichterlaaien van de eeuwige. Maar enkel hij of zij die het ziet, doet zijn schoenen uit. Uit eerbied. Wat een mooi beeld vind ik dat in zo'n tekst van Elizabeth Browning. De aarde die woordenvol hemel zit. En ik kijk naar de wereld en ik denk van, zou dat er maar uitkomen. Zou dat er maar uitkomen in mensen die zich, zoals vandaag ook hier, met elkaar willen verbinden. Zou dat er maar uitkomen in vrede, in rechtvaardigheid, in recht, in troost, in hoop voor, ik moet dit zeggen, in hoop voor al die geslagen en verslagen en zo verdrietige mensen in onze wereld. Met deze diepe wens, deze diepe, diepe wens, heet ik jullie, heet ik u allemaal van harte welkom. En ik doe dat namens onze werkgroep Kunst en Geloof. Een hartelijk welkom aan Mark Buys, burgemeester van Oosterhout. Fijn dat je er bent. Dankjewel en fijn dat ik hier mag zijn vandaag. We hebben elkaar wat eerder gesproken in voorbereiding op deze expositie. En daarbij ook kennis gemaakt met elkaar, nog wat beter. Dat is ook belangrijk. Hè? U zei het net al, verbinden is belangrijk. Ik denk dat evenementen zoals dit ook verbindend kunnen zijn. Vooral het thema waar we mee bezig zijn. En als ik dan kijk dat we vandaag hier in dat prachtige Vredeskerk zijn. We hebben heel veel mooie kerken in Oosterhout, maar dit is toch wel een hele mooie. En vooral als die zo gevuld is met kunst, dan wordt dat nog mooier. Vredeskerk en aarde, ja. Als je het woord vrede en aarde pakt, dan vrede op aarde. Dat is op dit moment toch wel heel erg ver weg. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen, ook in Oosterhout, zich daar druk om maken. En dat is bij mij niet anders. Maar hoe mooi is het dan als je je druk maakt om daar ook uiting aan te kunnen geven. Op een andere manier dan sommigen in de wereld te doen. Door te schreeuwen of elkaar te proberen te overtuigen, bijna via geweld. Is om dat te doen via de kunst. Als je kijkt naar deze mooie kunstwerken dan, en je bedenkt aan de aarde, dan weten we dat de aarde ook in het scheppingsverhaal zit. Het scheppingsverhaal wat hier ook regelmatig ten tafel komt. En dan zie je ook wel dat de aarde iets moois is. En dat we eigenlijk allemaal door die aarde geraakt worden. Letterlijk door onze voeten. En dat zie je hier ook wel terug in de warme kleuren die mensen soms gebruiken. Een ander ding van het thema aarde is dat ik vind dat kunst in het algemeen bij mensen vaak de ziel blootlegt. Niet alleen bij degene die het maakt, want het kunstwerk reflecteert altijd de ziel van degene die het maakt. Het is hij die vorm geeft aan een onderwerp en dat aan ons laat zien. En zowel bij concrete, maar meer bij abstracte kunst nog, raakt het ook degene die het ziet. En die moet er dan zelf ook iets bij bedenken. En daarmee gaat zijn ziel ook weer aan de gang met het kunstwerk wat er hangt. Sommigen doen dat door mooie warme tinten aan de aarde te geven. Ik zie daar Evelien en haar vriendinnen van Prisma die dat doen door een hele mooie kleurrijke wereld te maken. Want ondanks dat ik een beetje somber begon, denk ik dat er hele mooie oplossingen zijn. En die zie ik ook hier in de kunst terug. Dat is door die wereld weer kleurrijk te maken. Door hem kleur te geven, geef je letterlijk kleur aan iedere dag. En dat is voor mensen ook heel erg fijn om die wereld zo op die manier te mogen zien. En zo is hij ook. Dat moeten we ons ook beseffen.
Daarnaast zie je ook dat er hele mooie foto's hangen. Ik geloof van jou, André, daar in de hoek. En iemand zei me daar, en dat vond ik wel een hele grote opmerking, of een goede opmerking, is dat je soms de dingen ook weer klein moet maken. He, waarin die grote, overweldigende wereld met al zijn problematieken, is het soms ook mooi om te kijken naar de hele kleine dingen. En als je dingen weer klein maakt, dan kun je ook zien hoe mooi kleine dingen kunnen zijn. En van daaruit weer kijken naar die grote wereld. Dus kunst biedt ons op allerlei manieren de kans om ook met die wereld om te gaan. En ook bij die wereld dingen te bedenken. Maar vooral ook geeft kunst en het thema aarde ons een hele mooie dag hier in Oosterhout samen. Waarbij we samen rond mogen kijken in deze prachtige kerk naar al die mooie werken. Ja, ik zal nog even met iedereen, André, met jou het glas willen heffen. Eén, op moeder aarde, voor wie we vandaag allemaal naar die mooie kunst komen kijken. Twee, voor alle kunstenaars die hier dat prachtige werk neergezet hebben. En drie, voor al die vrijwilligers die hier vandaag ook weer staan om dit ook allemaal mogelijk te maken. Dankjewel. Dat is een foto van een gymnastiekzaal waar een postzegeltentoonstelling gehouden wordt in 1911. Of misschien nog iets eerder, maar ik dacht 1911. En die gymnastiekzaal was van mijn opa. Mijn vader is de jongste van 16 kinderen. Mijn opa, dat was een verzamelaar. En de postzegels, ja, dat was bij hem een leven. Die stuurde gewoon door de week, als er zaterdags, stuurde hij een zoon naar België, naar Balenassof, of naar Misseldreef of nog verder. En dan ga je naar het postkantoor en dan haal je heel veel van die zegels, van die, dat wist hij dan allemaal. En ze hadden geen internet, dat was allemaal nog. En zo heeft hij eigenlijk een hele belangrijke deel van zijn verzameling, heeft hij dus toen kunnen bemachtigen. Ik ben de oudste van 6 kinderen en mijn broer Frank, of Jan en Frank. Wij kregen met z'n drieën op mijn verjaardag kregen wij een aantal series met postzegels en een boekje waar we ze in konden stoppen in plaats van speelgoed. En toen is er op de kleuterschool is er nog een foto gemaakt van ons drieën naast elkaar boven een postzegelalbum. En dan ieder zijn eigen album en zo, ja, dat was wel mooi. Hoe is het eigenlijk begonnen? Ik zal je even meenemen naar achteren. Laat me ook niet schrikken. Daar schrok ik zelf wel af. Maar die stapel daar, die was eigenlijk nog bijna 2 keer zoveel. Dus die ben ik nu een beetje aan het verminderen. En dan heb ik hier een oud kastje van... Ja, en eigenlijk zit ik nu met een beetje te veel tegen te veel dingen in een album, losse poststukken. En ik heb er gewoon. En postzegels heeft al een hoop inhoud. Maar als je de brieven erbij pakt, dan kom je nog verder. Dit is een Nederlands album van Nederlandse makelaardij. Dit is de eerste zegel van Nederland. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dat is 12. Zo, die zitten er dus allemaal al in. Die zijn nog gestempeld. En dan zat er ergens één, maar dan gaat het bij het volgende. Nou is dit weer een hele dure zegel. Dat is 7,5 cent. En dan moet je weten of dat die echt is, want er is heel veel vervalsing geweest in de filatelie. Echt tot hele grote, hoge mensen. En er zijn verzamelingen zelfs nog voor veel geld verkocht. Die uiteindelijk vals waren. De Nederlandse verenigingen hebben een bond. En de bond heeft weer een onderdeel van hun. Daar kun je dus die postzegel naartoe sturen. En dan onderzoeken ze dat met microscopen en dergelijke. En dan kunnen ze erachter komen of dat echt is of niet. En dan krijg je een certificaat. En ik krijg ze tegenwoordig zelfs als ik een certificaat vraag. Dat moet je maar voelen. Dat wordt echt goed gecontroleerd, hè? Zo, ja. Dat zijn eigenlijk automaatzegels. In de automaatzegels hadden ze in het begin en dan trokken ze die los en dan braken die, als ze er 10 nodig hadden, dan brak die bij 6 en bij 7. Toen hebben ze uiteindelijk er tanden tussenuit gehaald bij de tanding.
En zo is ook een van de duurste postzegels van Nederland ontstaan. Doordat ze die, dat noemen ze dus roltanding. Maar die zegels werden op rol, werden die in de automaat gestopt. En dan konden ze beter afscheuren op het moment dat ze er 10 hadden. Bij 10 en ze trokken eraan, dan brak dat af. Dit is een ketting. En een aantal schakels die zijn ze gaan tellen. En dan zitten er dan eens meer schakels in of minder schakels. Dan precies onder de T zat er in het midden. Of zit hij nou net links of zit hij net rechts. Al dat soort afwijkingen is bij de drukwerk, want het is over het algemeen kwaliteitsdrukwerk, is dat belangrijk. Dus zie je al die pijltjes en dergelijke. En dat is veel meer als postzegels verzamelen bij elke zegel. Dan moet je dus allemaal uit gaan zoeken van welk type is het. November, dan hebben wij een beurs in eigenlijk de Vlieren, maar wij jubileren en dan gaan we niet meer nog zo'n boek uitgeven, want daar zit heel veel werk en drukwerk en kosten aan. Dat is voor iedereen die geïnteresseerd is in postzegels, of ze kwijt wil raken of ze wil aanschaffen, maakt niet uit. En die is, morgens begint hij om 10 uur tot 16:00 met een veiling erbij, een leuke veiling. En die mag ik dus voorzitten. Dus, ik mag ook nog iets doen dan.